Goedemorgen. Ja, ik kom bij Edelconsult. Ja, ik was natuurlijk al eerder bij jullie. Ja. En wanneer was dat? 2 maanden geleden of zo? Zoiets? Ja. En toen waren jullie inderdaad van plan te verhuizen van, hoe heet de straat ook weer? De Nederstraat. Nederstraat, ja. De oude Uilenburg. En nu hebben jullie de Acacia-hof gevonden aan de Zuid-Singel. Ja. En daar zijn jullie zondag pas geland, zondag, toch? Zondag waren we echt helemaal over. Ja, nou, dat is echt nog maar net. Dus jullie hebben keihard gewerkt met z'n allen. Ja, zeker. We hebben echt een topteam. Die hebben allemaal meegeholpen. Ja? Dan op zondag werken? Nee, dat was zaterdag en vrijdag. Oké. En maar laat even zien wat jullie zitten als je wil. Want het is nog steeds, de Acacia-hof is een van de 2 vestigingen van de school. Die is nog steeds... Ook in gebruik als school, maar jullie hebben de rechtervleugel. Ja, klopt. Ja. Dus links is nog gewoon de oude school, nog hartstikke gezellig met kinderen. En wij zitten dan in de rechtervleugel. Dus hier hebben we de wachtkamer. Onder de trap? Ja. Hier zit ons office management. Die zijn ook allemaal heel druk aan het werk. Ja, die hebben het heel druk. Ja. Als je dan hier komt... Heb je jezelf ook op school gezeten? Nee, ik heb in Goes op school. Of in Ierse en Wemelding. Ierse? Ja. Dit is de speltherapiekamer. Oh ja, met een kleine wirwam erin. En een zandbakje. Daar wordt ook gewerkt. Goedemorgen. Ja, voor de indruk is. Er zijn ook heel veel mensen gevlucht. Nou, jullie krijgen straks ook een mooi park. Daar wordt, ja, we krijgen een prachtig uitzicht. Nu is het nog een beetje lawaaierig. Valt het wel mee met het... Nee, daar hebben we niet zo last van. Nee. Dit is een werkoverlegplekje nog. Dan kan je altijd relaxed zitten. Ja. En hebben we boven nog wat ruimtes. Mooie trap. Nog een behandelkamer. Ook druk aan het werk. Overvallen iemand, sorry. Ja, maar het is hier wel strak ingericht al. Ja, hè? Mooi hè? Ja. En dit is onze ronde kamer. Ja, de ronde kamer? Ja. Wat betekent dat? Een ronde tafel en een ronde klok. En een ronde klok, ja. Alles is wel rond inderdaad. Soms is rond beter. Ja, gezellig. Hier hebben we nog een vergaderkamer. Met Banksy-achtige taferelen. Ja, dit is... Heb je ook allemaal nieuw meubilair moeten kopen? Of is dat gewoon allemaal verhuisd? We hebben veel nieuw, inderdaad. Ja. Gewoon echt een nieuwe start voor jullie. Ja, echt superleuk, ja. Goedemorgen. We hebben hier onze huiskamer, zoals we het noemen. Met Luna! Luna! Ja. Hoe is het? Ja, lekker. Ja? Mooie plek, hè? Ja? Ben je blij? Ja, super blij. Het uitzicht op de Lange Jan is erg tof. Nou, en het bankje, dat was ik vorige keer zo van onder de indruk. Ja. Dat liggend werken, daar ligt nu niemand. Liggend staan, zitten. Ah ja, de Lange Jan. En de achterkant van de stad. Tof, hè? Achterkant Molenwater. En wat is dat dan, de achterkant van? Ik kan even nadenken, hoor. Is dat... De Molen? Nee, hoe heet dat? De Molstraat. De Molstraat? Weet ik niet. Nee, dat moet natuurlijk een dwarsstraat zijn, ja. Ik ben ook even in de war. Oriëntatie. Jij zag gewoon een beetje koffie te... Ja, tuurlijk. Ja. Hij soms ben je niet heel hard aan het werken. Maar vind jij het prettig om staan te werken? Ja, ik ben een beetje de sporty spy, hè, als PMT'er. Dus de wat? De sporty spy? Ja, van het team. Okay. Dus dan ga ik staand werken. Dat is ergonomisch heel goed voor je. Ja, nou ja, heel goed. Mensen gaan het overnemen, dat is ook heel leuk. Ja. En jullie hebben hier ook fruit en koekjes. Ja. En daar nog een ruimte. Ja, die delen we samen met het team van de Acacia-hof. Jullie zijn dan toch in oppervlakte druk wel op vooruit gegaan? Ja, of, enorm. Ja? Ja, want we hadden 4 behandelkamers en nu 9, denk ik. Betekent dat ook dat jullie gaan uitbreiden? Is het op de dat hadden we al een beetje. Ja, ja, ja. Dus we hebben nu eindelijk plek voor iedereen. Wat meer plek. Dus ja, hier heb je nog de laatste kamer. Deze is heel tof met die wand. Oh, allemaal plantjes. Ik vind jou te gek.nl. Zo, uitzicht op de bunker. Uitzicht natuurlijk straks als het allemaal af is. Ja, dat is leuk. 16:15 is het. Ja. Nou, dat is een mooie tijd. Ja. Of niet? Zeker weten. En verder nog plannen die vermeldenswaardig zijn? Dat je zegt van, nou, dat is wel leuk om te weten nog. Want ga je ook samenwerken met de Acacia-hof? Ja, we hebben wel, dat is wel het plan dat hier in de hal bijvoorbeeld ook tafels komen waar de leerlingen aan kunnen werken. Maar ook het personeel, dat je samen een stiltewerkplek hebt. En we hebben wel dat we kinderen gaan begeleiden ook hier op de Acacia-hof. Dus dat... Nou, leuk. Dat wordt wel meer samenwerking, ja. Ga je nou filmen? En nu staan we er toch, Lionel. En dan treffen we jou op de trap. Want je bent niet bezig met een soort verbouwing. Maar opeens 30 dames hier in je pand.
Nee, in principe is het gewoon hartstikke mooi dat we gewoon met meer mensen hier in het gebouw zijn. En dat we gewoon de koppeling tussen onderwijs en ondersteuning gewoon nog sterker kunnen maken. Ja. Dat deden we al. En nu met Edith Consult ben ik heel blij dat ze erin zitten. Ja. Ja, en dat brengt natuurlijk een stukje meer gezelligheid in huis. Dus, en moest jij daar ook schuiven met lokalen? Want je hebt natuurlijk ook nog de vestiging in Klarenbeek. Maar, wij hebben moeten schuiven met lokalen. Maar dat betekent dat wij dat hebben gedaan ter wille van de kwaliteit van kinderen. Dus we hebben de onderbouw naar beneden gebracht, de bovenbouw weer naar boven gebracht. En die zitten samen, die werken samen, want wij denken gewoon helemaal los van groepen. En dat kan nu veel beter, doordat we het gebouw anders hebben ingericht. Dus ja. Ja, maar wel superleuk. Veel meer levendigheid en interactie toch? Er brengt in ieder geval heel veel levendigheid in het gebouw. Ja. Ja. En ondertussen ja, zijn zij het mooi aan het opknappen. Ja, en wij blijven natuurlijk niet achter. Maar jij bent sowieso allemaal wel bezig, hè? Hier bij de AKZO. Wij gaan er binnenkort nog eens even verder over kletsen. Wij gaan hier binnenkort verder over al jouw plannen en... Dat is prima, want wij doen hier mooie dingen. Nou, dat is heel mooi. Jij ook bedankt. En veel succes allemaal. Dankjewel.